Hey, hier is Herbert en dit keer zijn we in Canada op Google Earth. Een hele mooie plek gevonden. Dat doet hij ook elke keer. En het is een hele vreemde plek. Hier loopt een soort riviertje. Maar er staan hele rare dingen in. Kijk, we zitten nu op 198 meter hoogte. Kijk, dan zie je hier allemaal constructies verschijnen. En dan volgen we dit pad. En dan komen we hier. Hier staat een of andere constructie. Nou, hier loopt een helemaal rechte lijn. Hier allemaal vakken. Hier ook weer een vak met allemaal dingen erin, ook allemaal weer met rechte lijnen en ronde stukken erin. Het is heel apart. Hier allerlei constructies die je hier ziet. Even dichterbij. Iets in de rij. Zie je? En steekt recht uit. Nog iets erin. Hier, het zit echt helemaal in. Die lijnen lopen allemaal door. Dit is bijna bij de Noordpool. Daar is de meeste activiteit van de anderen kunnen vinden. Het loopt helemaal door. Het lijkt gewoon of we een soort landerijen zijn waar de anderen bezig zijn. Dat gewoon helemaal door. Overal die constructievorming in. Hele mooie plek. Iets te vanaf, dan krijg je iets beter beeld. Hier loopt gewoon helemaal door.
Maar dit soort gelijke plekken wel eerder gevonden in Canada. Dan meer op. Zie je, er zit hier zelfs schaduwvorming. Allemaal constructies van de anderen. In Canada. Mooi is met deze foto, het is een vrij heldere foto. Goed beeld krijgt van wat hier te zien is. We zitten nu op 86 meter hoogte. Verwachten je dat er weer constructies zijn van de kleintjes. Die zijn zo'n 15 centimeter groot. Die zijn heel erg aanwezig op onze planeet. Die vinden ze echt overal. Schaduwvorming gel. Dan zie je ook heel duidelijk dat die schaduwvorming hier ook gewoon in zit. Beeldmateriaal van 97-2007. Ik laat het zien met de coördinaties erbij, dus je kan zelf ook even op je gemak gaan kijken hoe dit eruit ziet. Een hele mooie plek waar de anderen bevinden. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, subscribe en deel het met iedereen. Maak er een mooie dag van en ben goed voor anderen.